6,3 ton in. Wat wij hopen is, door zelf steeds meer op bio te gaan vliegen en ook aan de concurrenten en de rest van de industrie te laten zien, hé, het kan, willen wij een soort van markt creëren, grotere schaal, waardoor de prijs langzaam maar zeker naar beneden gaat, naar het niveau van de gewone kerosine. Op bio naar Rio, hoe voelt dat? Nou, het voelt in zekere zin ook wel een beetje spannend, omdat het de eerste grote transatlantische vlucht is waarbij het vliegtuig dus op bio-kerosine vliegt, waarbij een belangrijk component biobrandstof is. En dat is nieuw, dus het is ook een beetje spannend. Maar ik heb er wel vertrouwen in, want het is natuurlijk niet voor de eerste keer dat er biobrandstof in een vliegtuig gaat. Hoe kan de overheid ervoor zorgen dat het gebruik zo snel mogelijk wordt uitgebreid? Wat je vooral moet doen is zorgen dat de vraag snel toeneemt, zodat ook het aanbod van biobrandstoffen navenant snel kan toenemen. De overheid heeft daarin wat mij betreft ook een voortrekkersrol. Dat betekent dus dat je alle dienstreizen die worden gemaakt, dat je eigenlijk in je aanbesteding rekening mee moet houden dat je op biobrandstof gaat vliegen. En ik vind dat ook het regeringsvliegtuig, als het enigszins kan, volgend jaar al op bio zou moeten vliegen. Het gaat om CO2-reductie. En om dit soort programma's van de grond te krijgen, moeten we niet alleen samenwerken, maar ook financieel ondersteunen, omdat in het begin natuurlijk altijd iets duurder is. Op deze manier hopen we snel op schaal te komen en uiteindelijk zal dit goedkoper zijn en massaal door alle luchtmaatschappijen ter wereld gebruikt gaan worden. Schiphol weet als geen ander hoe belangrijk duurzaamheid is voor de luchtvaart. En dat betekent dat wij als Schiphol ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat wij een steeds duurzamer bedrijf worden. Dat betekent ook dat we met onze partners en onze belangrijkste partner KLM moeten samenwerken om te kijken welke stappen we kunnen maken, en ook al zijn het kleine stappen, naar een meer duurzame luchtvaart. We hebben met Air France gezegd, in 2017 moet minstens 1% van alle kerosine bio zijn. Met het Wereld Natuurfonds hebben wij Nederland afgesproken er nog een schepje bovenop te doen. Wij willen alles op alles zetten om dat doel al in 2015 te bereiken. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar zo'n dag als vandaag helpt wel.